Toerisme in Amsterdam. Als u naar New York gaat, dan zijn daar van die hele typische dingen die je in New York gaat eten. Een bagel bijvoorbeeld. Of van die worstjes op straat. Van die typische dingen. Heel veel wereldsteden hebben dat. Nou, in Amsterdam zou je natuurlijk als buitenlander zuurkool moeten gaan eten. Of haringen. En dat weten de buitenlanders ook wel. Maar toch zie je steeds meer dat die specialiteiten van andere landen hier naar Nederland komen. We praten met Gary Feingold. Hij is van Gary's Muffins and Bagels. Dat was eerst één winkeltje. Nu zijn er vier, Gary. Je hebt vier zaken. Waar zitten ze? Nou, er zijn nu vier in Amsterdam en één in Arnhem. Dus de vier in Amsterdam zitten op die Prinsengracht, de Jodenbreestraat, de Marnixstraat en de Reguliersdwarsstraat. Gary's Muffins. Hoe lang doe je dit al? Dit is de zesde jaar. Zesde jaar? De zesde jaar, klopt. En waar kom jij oorspronkelijk vandaan? Ik ben in Israël geboren, maar ik ben eigenlijk Amerikaans, zeg maar. Mijn moeder komt uit Austria, maar is opgegroeid in Amerika. Mijn vader uit Canada. Dus het is een grote mengsel, zeg maar. Maar als ik je nou vraag, is er een smaakverschil tussen de bagels die jij maakt en degene die ik in New York eet? Ik moet hier opgeven dat ik op dit moment nog geen bagels zelf maak. Wel de muffins en alle andere producten. Maar de bagels, de grote deel importeer ik uit Amerika. Dus die moeten hetzelfde smaken? Ja, ze zijn hetzelfde. Ja. Hoe kan het nou? Een bagels is een oud-Joods rond broodje. Het is een beetje zoutige, een zoutige donut? Nee. Nou, dat zou je kunnen zeggen. Heeft wel een bijzondere smaak, dat komt door de bakproces, waarin een bagel is eerst deeg is gedraaid, dan moet je laten rijzen, dan in water koken en alleen maar daarna in de oven. Dus vandaar heeft hij zo'n een beetje taai buitenkant en een zacht binnenkant. Maar het is wel een bijzondere textuur. Ja. Waarom kopen mensen in Nederland, waar we een eigen broodcultuur hebben en hartstikke lekkere kadetjes en nou gaan we naar bakker nemen. Waarom gaan mensen nou in Nederland bagels en muffins kopen? Nou, waarom komen ze bij jou eigenlijk? Waarom ben je in business? Nou, een deel van de cliënturen, die klantenkring, zeg maar, die komt, zijn toch toeristen en Amerikaans expatriates enzovoort. Maar ik moet zeggen, de Nederlanders in het algemeen zijn wel open voor de keuken van andere landen. Meer zo dan andere volken, zeg maar. In Italië, dat zou moeilijker zijn. Ja. Want je zit hier bijvoorbeeld op de Jodenbreestraat naast Albert Heijn. Nou, Albert Heijn heeft tegenwoordig ook een assortiment ongelooflijk van buitenlands eten. En dan komen ze toch bij jou nog eventjes muffins halen. Nou, dat is waar. Albert Heijn verkoopt nu op dit moment ook bagels en ook muffins. Maar Gary's Muffins en Bagels gaat niet zozeer over muffins en bagels of Gary. Maar wel over een heel sfeer dat we zullen hoop ik straks zien. En dat is een plek waar je zich goed voelt. Warm kleuren, een wat bijzondere sfeer, zeg maar. Ja. En dan ook natuurlijk vers gebakken producten, lekkere eten. Is dat die Amerikaanse sfeer een beetje? Is dat wat trekt? Want er zijn natuurlijk heel veel Amerikanen eigenlijk toch in Amsterdam. Er zijn heel veel Amerikanen. Ik weet niet of het zozeer Amerikaans is, maar het is iets die ik niet echt hier gevonden had toen ik hier kwam. Dit soort zaak, zeg maar. Vandaar heb ik zelf opgericht, omdat dat miste ik. Dus misschien is het meer... Gezelligheid of toch niet? Nou, gezelligheid vind je wel hier, maar het is een andere soort, zeg maar. Met de heel licht kleuren en veel licht in de winkel zelf. En een beetje andere uitstraling. Misschien meer voor dagelijks gebruik, zou je kunnen zeggen. Niet gezellig in Nederland, zou ik denken meer op een bruin café of zo. En dit is wat anders. Ja. Van hoe laat ben je 's morgens open? Meestal, het hangt af de winkel in welke buurt hij zit. De Marnixstraat bijvoorbeeld is om 8 uur open. In de Jodenbreestraat is 8:30. Of 9 uur open. Prinsengracht om 8:30. En de Reguliersdwarsstraat open om 12:00 en gaat tot 3:00 of 4:00. Dat is een ander publiek. Dat is een ander publiek. Want dat valt me ook op. Als ik naar Amerika ga, dan kan ik altijd ontbijten. Ja. Terwijl in Amsterdam moet je eens proberen een ontbijtje te halen. Dat is waar. Dat is Nederlandse cultuur. De mensen blijven thuis om ontbijten. Ja. Als hotelgast in Amerika, of gewoon als je rondrijdt, er zijn overal voor $3, $4, $5, koop je wat some eggs over easy, ham and eggs. Wat ze daar steek erbij, het is echt vreselijk. Maar
eggs any style. Ja, two eggs any style, hash browns. Maar in Amsterdam kun je dat bijna niet vinden. Er zijn in de buurt van het Centraal Station een paar plekken waar je ontbijt kunt krijgen. Maar dus ook bij Gary's. Ja, dat is ook bij Gary's. Redelijk vroeg, zeg maar. Ja. Volgens mij komt dat ook meer als omdat Amsterdam tenminste het wordt echt een wereldstad en mensen zijn, ze hebben echt haast, ze moeten werken, je kan geen parkeerplek vinden enzovoort, dus mensen zijn vroeger op, ze moeten hun huis wat eerder verlaten, dus misschien gaan ze ietsje meer uit eten 's ochtends nu. Maar ze zijn wel zover dat ze dus die bagel bij jou komen halen en dan zo'n plastic koffiekopje. En dan dat zie je ook in Amerika. Dan lopen ze met zo'n plastic beker met koffie en dan gaan ze naar hun werk. Nou, dat kan je wel mee halen, maar niet in plastic. Omdat we gebruiken alleen maar materialen die kunnen recycled worden, kringloopt, zeg maar. Omdat we zijn heel milieubewust. Maar dat kun je toch bij ons halen. Dat is allemaal, alles is mee te nemen. Heb je nou in die 6 jaar gezien dat de mensen later naar hun werk gaan, of niet? De mensen die bij mij werken? Of, nou, de mensen die je klanten. Later naar het werk nou? Nou, ik heb het gevoel dat in Amsterdam de mensen beginnen tegenwoordig zo'n 9:45 meer. Of is dat alleen bij mij op kantoor? Dat weet ik niet. Misschien is het op kantoor, weet ik niet. Zelf heb ik jarenlang om 5 uur opgestaan om te bakken. Dus ik was hard aan het werk toen iedereen nog bezig met andere dingen was. Nog niet aan het werk. Je hebt het zelf gebakken. Dus bijvoorbeeld je muffins, dat is ook je eigen receptuur? In principe zijn alle dingen die te eten zijn in de winkels mijn eigen receptuur, behalve de bagels. Maar dat komt er ook nog. Dat zal ook door ons geproduceerd binnenkort worden. Is dat een kwestie van experimenteren of gewoon gokken? Nou, het is experts inhuren, de juiste machines importeren en zo. En heel veel experimenteren. Dus heeft met veel dingen mee te maken. Dat is het water hier en het zeg maar eiwitgehalte van de bloem die hier te krijgen is, bijvoorbeeld. Dus, Want het valt me ook op dat als ik naar Parijs ga en ik heb daar baguettes en stokbroodjes, die zijn toch in Parijs anders dan in Amsterdam. Wat ze ook proberen. Dat is echt waar, dat is echt waar. In dat jarenlang hebben Nederlands bakkers geprobeerd om echt een Frans baguette te maken. En is nog niet gelukt van wat ik weet. Dus ik hoop dat ik net zo goed bagels dat ik nu importeer zelf kunnen maken. Maar dat heeft dus iets te maken met de zuurgraad van het water en dat soort dingen allemaal. Volgens mij, men weet dat nog niet, ook met het baguette verhaal. Het blijft, dus eigenlijk moet het Gary's Magic Bagel en Muffin Shop heten, want het is nog een beetje een geheim. Ja. Nou, in New York ze zeggen dat het is het water, omdat je moet de bagels toch in water koken. Dus misschien moet ik wat Wies Manhattan water gaan importeren en daarin bakken. Dus, schoon water hebben ze daar ook niet. Zeg, heel veel buitenlanders komen in Amsterdam en denken dat je overal hash kunt krijgen. Kan je bij jou ook hash muffins kopen? Nee, helaas niet. Veel mensen vragen dat, maar dat is niet een deel van het concept, zeg maar. Dat mag ook niet, hè? Je weet dat dat valt, dan moet je ook hasholie en zo gebruiken. Dat valt onder hele andere regels dan het verkopen van hash weer. Maar het is wel, wordt er een stikkies gerookt bij in de zaak? Nou, dat mag niet eigenlijk bij ons. Het is, het zal wel eens gebeuren, maar niet. Ja, maar dat is wel gebeurd, maar in principe moet dat niet gebeuren. Er zijn genoeg coffeeshops in Amsterdam, dus mensen kunnen daar naartoe gaan. Ze kunnen toch hun muffin meenemen en naar de coffeeshop naast gaan. Dus, ja. Nou, ben je niet alleen bakker, dus je bent ook ondernemer. 4 zaken in Amsterdam en 1 in Arnhem. Valt dat mee als ondernemer in Amsterdam? Ik bedoel, je hebt te maken met parkeerproblemen, neem ik aan, vergunningen, personeel vinden. Is het moeilijk of valt het wel mee? Het is heel moeilijk. Ja. Gelukkig heb ik nu ook een partner in de zaak. Dat is ook een Amerikaans jongen, Mark Mahler. Die ook wat meer georganiseerd is dan ik zelf. Ik ben meer op de creatieve kant. Dus samen kunnen we het wel aanpakken, maar het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. Zoek je nog personeel? Dat kan zijn. Nu zijn er bijna 50 in dienst, maar af en toe hebben we nog mensen nodig. Ja, ja. Dus. En wat voor mensen neem je in dienst? Zijn dat bijvoorbeeld ook weer Amerikaanse toeristen of expatriates die hier zitten? Nou, eerst regel moet ze gewoon Nederlands kunnen spreken. Dus nooit toeristen dus. Of af en toe heb je een toerist die Nederlands kan spreken, maar dat. En dan moet ze een verblijfsvergunning hebben als ze geen Nederlander zijn. Maar meestal moet ze een beetje young en hip zijn, maar ook niet echt. Op dit moment de managers kiezen eigen personeel om echt een goede team in elke winkel te maken. Dus, Maar is dat een probleem? Al die papierwinkel, 10 jaar geleden kon je gewoon iedere toerist $5 geven en dan stond hij een organ te werken. Maar tegenwoordig moet je dus overal regels.
voorschriften. Ja, maar dat accepteer ik normaal. Ja. Heb je last met de overheid vanwege, weet ik, van stankoverlast, dat soort dingen, of niet? Tot nu toe is alles redelijk geweest, mag ik zeggen. Ik moet toch veel betalen voor allerlei dingen. Ga ik loonbelasting, dit soort dingen, maar het is wel te doen. Maar je moet gewoon extra goed georganiseerd en efficiënt werken. Je kunt niet met de losse hand ondernemen zoals dat eigenlijk in Amerika, misschien, ik weet niet waar je vandaan komt, maar Israël zou kunnen. Nou, ik kom eigenlijk uit Amerika en daar heb je het geval dat in principe hoef je geen workers benefits aan mensen te betalen. Dus de kost van personeel is veel lager. Dus als je iemand $10 per uur wil betalen, dan kost je misschien 11 of 12 een paar dingen die je moet bijbetalen. En hier is het veel duurder. Als je wil iemand 10 piek betalen per uur, dan kost die ondernemer 20 of zo. Ja, want je moet sociale lasten, verzekeringen, dat soort dingen allemaal hebben. En dat is in Amerika veel minder. Maar je kunt in Amerika mensen ook heel makkelijk aannemen, heel makkelijk ontslaan. Ja, dat klopt ook. En ik heb niks tegen alle sociale voorzieningen. Omdat hier bijvoorbeeld heb je veel minder last van arme mensen. Niet last, maar heb je gewoon veel minder arme mensen. En sociale problemen zijn echt niet wat ze zijn in Amerika. Ze zijn veel erger daar. Dus ik begrijp dat dat geld gaat ergens naartoe. En wat uitkomt is toch positief. Maar dat maakt het toch niet makkelijker. En het feit is, in Amerika kan je meer efficiënt werken, omdat je kan gewoon 2 of 3 mensen op een ploeg stoppen. En hier moet je met 1 of 2 werken. En dan soms is die service wat langzamer. Of mensen in stress geraakt omdat ze niet genoeg personeel of hulp hebben. Amsterdam heb ik gezien, het is allemaal heel, heel subjectief, de laatste jaren toch veel meer werklozen en daklozen. Niet werklozen, maar daklozen gekregen, mensen die zwervers. Heb je daar last van? Nou, af en toe laatst wel. Wat grappig is dat alle cijfers zeggen dat er zijn bijna geen werklozen meer in Nederland. Het is 4% of tussen de 4% en 5%. Maar ik zie toch steeds meer dakloze mensen. Of tenminste veel dakloze krantverkopers. Dus, dat is een aparte categorie, daklozen die de krant verkopen. Die doen er in ieder geval wat voor. Ja. Maar ja, ik heb ook het gevoel dat er veel meer zijn. En dat die officiële cijfers, ik weet niet hoe ze daar aankomen. Maar zijn die mensen lastig? Komen ze winkelen in? Komen ze bedelen of niet? Nou, niet echt zo. In principe, ons beleid is dat al de muffins die niet verkocht worden, ze gaan naar of een dakloze organisatie of een junk outreach programma, hoe zeg je dat, voor verslaafde mensen. Dus in principe zijn we wel sympathiek aan het probleem. Maar als ondernemer, als je moet met publiek werken, dan heb je toch soms last van mensen die eigenlijk niet hoorden in een zaak te staan of komen 1 kopje koffie kopen en blijven verdienen 3 uur omdat het warm binnen is. Dus het blijft een moeilijk probleem. Dat kan ingewikkeld zijn. Okay. We hebben nu 4 zaken in Amsterdam. Gaan er veel meer komen? Dat zijn we hard bezig mee. Dus zijn nu de zaak is wat groter geworden. Zijn wat investeerders bij betrokken. En we gaan in heel Nederland uitbreiden. Dat zijn de plannen. Zo hoort het. Ondernemen is groeien of stoppen vaak. We hebben gesproken met Gary Feingold. Hij is van Gary's Muffins en Bagels op 4 locaties. En u hoort het soms vanaf 8 uur 's morgens. Binnenkort eigen gemaakte bagels en al allerlei lekkere dingen. Zout, zoet. Nou ja, goed. We gaan even kijken in de winkel. Dankjewel, Gary. Bedankt.